Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor. Flevo Park. Dit is lijn 14 richting Centraal Station. Hoe was het in de grensstreek? Hoe was je gegaan met de trein? Ik ga altijd met het vliegtuig. Ja, ik was met de trein. In Zuurlendeweg overstappen op lijn 37. Maar in Noord-Rijn-Westfalen is hier. Het grenst aan Nederland. Ja, weet ik. Ik ga van de week, moet ik volgens mij vaak heel even wat boodschappen halen. Goedemorgen. De auto. Ja, maar dan ga ik 's ochtends heen en haal ik wat boodschappen, ga ik gelijk weer terug. Ja, dan kun je het wel even op en neer. Anderhalf uur of zo. Heen, anderhalf uur terug. Dat zou kunnen. Ik ga naar Kleven, even over de grens. Ja, hier regelen? Ja, ik hoor de laatste tijd dat diegene. Ik ben er één keer geweest toen ik nog de auto had. Waarom neem je geen auto? Ik had geen auto, ik wil helemaal geen auto. Ik ga altijd met de trein en dat. Zumbawa-straat. Ja, dat is naar Duitsland. Wat als naar Haken dan? Ja, kost 9 euro en zo'n dagkaart daar. Ja, nu wel, voor de komende 3 maanden. Oké, okay, heel Duitsland. Ik hou van die Duitsers. Ik ook. Hallo, goedemorgen. Molukkenstraat. Overstappen op de lijnen 3, 22, 37, 40 en 65. De lijn van Amersfoort richting Zwolle. Oh nee, dat is allemaal veel te veel. Goedendag, hallo, alsjeblieft. Dank u. Ik ken Amersfoort. Ik ben nooit geweest. Nee? Nee. Dat is niet bijzonder. Ik ben alleen met Taviastad ben ik geweest. Ja, met de auto. Ja, het was met de auto. Oh, Batavia Stad is de Lelystad. Ja. Met de auto naar Zwolle ben ik geweest. Ik ben naar Maastricht geweest. Van Maastricht is leuk. Wat is dat dan? Limburg is leuk. Nee, Joost. Valkenburg is leuk. Ja, ben ik ook geweest, verleden jaar. Met corona. Dat is in de buurt van Maastricht. Javaplein. Overstappen op de lijnen 22 en 65. Maar half uurtje of zo. Oh, dat is je shit. Dat is de shit. Spreek je Duits? Nee, ik begrijp het wel. Enigszins, maar ik kan het niet echt spreken. Ik durf het niet. Helemaal omhoog. Gaat het over de stoel? Laat staan, jongen. Ik heb, ja, dat weet ik wel. Het is zo slecht, dus die stoel. Probeer niet te lang in dezelfde houding te zitten.
houding te zetten, de stoel af en toe iets te verstellen. Of verstellen hierbij kan helpen. Oh, over de bank bewegen of zo. Dankjewel. Je kan het lezen, ik neem het mee. Ja. Zeeburgerdijk. Wat doen ze hier? Nou, er komen allemaal boeren uit Groningen naar het. Ja, straks een demonstratie, hè? Wanneer? Komen we er midden in zometeen? Laat maar kijken, hoor. Nee, achter, ja. Lijn 14, Plantage Middellaan, linksaf Plantage Kerklaan, Routestraat, Safatistraat, Frederiksplein, Weteringschans, rondje Weteringscircuit. Wanneer? Maar daar hebben wij geen last van nog, toch? Om half twee. Half twee. Dus we rijden nogal originele route ja, toch eerst? Hoe ga je dan? Via het dingetje? Routestraat. Kijk al wat dan. Duurt langer of niet dan? Dit duurt ook lang. Tot half zes, man. Wat heb ik daaruit? Niks. Nee, inderdaad. Oh, mijn jee. Lieve bier. Laat hem staan. Cola. Ja, is goed. Ja, is bier. Het is geen cola. Het is bier. Mag ik twee kaartjes? Als je je bier in je binnenzak laat, mag je bij mijn conducteur twee kaartjes kopen. Ja? Ja, dat moet ik dan. Cola. Zijn jullie dat cola? Ja, zeg ik, nee, dat is geen cola, dat is pils. Kun je toch gewoon meenemen als het dicht is of niet? Dat is cola. Dat is cola. Ja, nee, ik zag het niet. Straat, Dappermarkt. Drie heb ik laatst gedaan bij je, toch? Lijn 3, ja. Waarom moet ik dat halen? 4, 5, 7, 14. Lijn 3 heb je gedaan. Ja. 27 is alleen in de spits ochtends, hè? Ja, daar heb ik niks aan, toch, denk ik. Dat sowieso niet. Ik heb alleen maar later diensten. Net voordat ik die ga krijgen ooit. Dan moet ik zeker in de ochtend mee of zo. Nu ook 17, 27? Ja, gisteren had ik 17 toch? Oh, 27 er ook. Nee, die had ik gisteren niet. Ik had gisteren 17. Maar het was gisteren echt een puin op hoor. Wat is er hier nou 26? Weet ik niet. Over 3 weken. Maar ja, ik had officieel avonddienst. Ik had geruild. Morgen mijn 13. Avonddienst. Ik zie hem zo vaak op 26. Ik weet niet of je hem kent. Dat zie je ook nooit. Dat iemand met de Surinaamse vlag loopt te varen daar. Ja. Ik ben aan mijn bed opgestaan, ik heb hem niet eens gegeven. Oh, je moet wel eten. Ja, moet je banaan? Heb je hem? Kan ik het lenen? Nee, ik moet het niet doen. Het helpt me. Ik vergeet ook altijd gedoe het even uit te kopen, dat is mijn probleem. Ongezond is dat ik wel. Koud. Alexanderplein. Overstappen op de lijnen 7 en 19. Dan ben ik dood in die tram. Maar dan ga je zo dan, of nu? Nee, via de Routestraat. Oh ja, ja. Sorry. Ja, is
Hallo. Middag. Hallo. Middag. Hallo. 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 Alles spookt. Nee, oh, schattig, hè? Dat kindje zo, hè? Met een petje op. Zolang je maar niet verbrand in de zon. Jij wil geen kinderen, hè? Jij wel? Ja. Plantage Lepellaan. Waar stel je dan die trein dan als je klaar bent? Gewoon op Centraal Station. Oké. Pak 26 naar huis. Goed, hè? Dus wanneer ga je naar NS? Ik voorlopig niet hoor. Ik kan het geld even niet missen. Nee, dat zie ik wel. Ik heb een luxe lijken. Ik heb zo'n wilde zin. Dat is echt duur. Ik heb laatst een klok van 400 euro. Dat vond ik al duur. Een klok? Ja. Om te dragen? Nee, een klok van de muur. Oh! Ja, deze was ook ongeveer zo duur. Het is Zwitsers. Van de Zwitserse sportweer. Okay. Ja. Is misschien niet zo bekend. Ik heb altijd het idee als het duurder is dat het gewoon goede kwaliteit is. Het is meestal toch ook zo. Ik heb een katje gokken. Artis Amsterdam Zoo. Ja. Oh, je hebt pas je telefoon of zo. Huh? Oh, niet eens in de buurt, dat ding scan heeft te veel straling eigenlijk. Oh my god, hoe heet wordt het vandaag al niet? Ik ben helemaal niet ready voor de zomer eigenlijk. Nee? Hoe heter, hoe beter hoor. Ja, dat wel, maar ik ben een beetje... Morgenochtend komt er iemand bij me koken, die jongen, om 11 uur 's ochtends. Zo vroeg? Gaat hij mac and cheese maken en dan gaan we een film kijken ofzo. Oh. Ja. En dat was zo vroeg? I know, ja, omdat hij geen tijd had, maar het is een beetje een rare gozer. Ik ken hem eigenlijk niet, we hebben maar één keer afgesproken. En nou wilde hij opeens heel graag weer afspreken. Wat jij toen was? Maar weet je wat hij zegt? Ja, nee, gewoon vrienden toch? Is het een, is hij van jouw club? Ja. Dus ik denk gewoon vrienden, ik weet niet, hij forceert het een beetje, weet je wel. Dus het een push te doen. Nee, nee. Dat is een jaar toch? Ga jij het doen? Je moet het niet verkeerd opvatten wat ik nu zeg, want ik bedoel er niks mee, echt niet. Maar dat wereldje is een ouder. Is het een homo wereld? Ja. Ja, is het een homo. Niet beledigend bedoeld hoor. Nee, ik weet het, het is zo. Ik heb een verhaal gehoord van een collega, hij gaat geen namen noemen, want jij kent diegene, ken jij ook. Wat ik heb gehoord, en wat hij heeft gedaan, ding bij mij, nee.
Dat moet je niet willen. Wat gebeurt dan? Gewoon van die hele groepen bij elkaar en dan het extreme. Ja, hou op, hoor, ik krijg er lekker van op mijn lijf. Ja, ik ook, maar er zijn heel veel homo's die dat doen. Oh. Meester Visserplein. Ga je beremmen? Huh? Ga je beremmen? Nee, dat was de begrenzing van de brug. Oh, oké. Oh, ja, ja, maar ik weet niet, kijk, hij vertelde het pas toen ik bij hem was en doorvroeg. En ik vond hem op zich wel leuk, dus ik dacht, nou ja. Hij was in Duitsland, in het Heester was dat. Maar ja, ik kon wel gratis overnachten bij hem. Dus oh. Ook dat snap je dus. Ja. Maar ja, goed. Nou haat ik hem, want ik weet niet, ik kon er niet tegen dat hij steeds over zijn mannen aan het praten was. Ik vind het dan. Ik ben ook getrouwd, maar ik heb het niet over mijn vrouw. Ze ging een keertje mee met me gisteren. Nou, kijk eens. Dat... Maar jij gaat toch niet vreemd? Of jij hebt toch geen open huwelijk? Nee, dat doen wij niet aan. Nee. Waterloopplein. Overstappen op de lijnen 51, 53 en 54. Ik kan niet eens normaal in het station staan of ik word me helemaal kop van mijn lijf gevraagd. Hemd van mijn lijf. Ik was gisteren. Rembrandtplein, overstappen op lijn 4. Ik denk dat gaat toch zeggen over die demonstratie dat ze eerder beginnen. Dat zal grappig zijn. Heb je dat gelijk wel op tape? Nou, maybe. We zijn nog niet op CS. Gezellig weer, hè? Al die terrasjes vol, hè? Ja, dat wel. Ja, nee, dat vind ik wel leuk. Dat weer gewoon... Ik weet niet, de mensen maken de stad eigenlijk. Ja, ook in het OVS. Thank you.
groep mensen zijn er ook nog meer vlaggetjes. Kapitein Haak. Zijn dat voor engers? Kapitein Haak is een vlag. Rokin. Overstappen op de lijnen 24 en 52. Hier heeft een bericht. Ik heb er één overnachting. 2, 12, 5, 17 en 19. Op dit moment staan we helaas stil op de halte Marnixstraat richting het Centraal Station, richting Schotenwijk en richting Eerste Marnixstraat. En we gaan vanaf het hoofdkantoor politiebureau gaan naar de Elandstraat, dus linksaf de Kinkstraat in. Rechtsaf de Wilderdijkstraat. En dan komt u bij de Klerkstraat en rechtsaf weer op eigen route. En naar 19 linksaf Klerkstraat op eigen route. En uiteraard lijn 5, dat brandt weer linksaf Mannenstraat weer op eigen route. 2, 17 en rechtdoor richting de Roodschap op eigen route. Ik herhaal, richting het CS. En richting Schotendijk, eerst Mannenstraat staat stil. We gaan vanaf de Ik blijf het nog steeds een bijzondere manier van afspreken vinden. Ja, ik had het nooit gedaan, persoonlijk. Oh, ik wel. Ik ben heel spontaan. Het is alleen dat ik denk van, ja. Afspreken zonder opgave van reden of zo. En hij was nadat iemand ontmoette gewoon iets te enthousiast. De Dam. Dam Square. Ach. En dan zegt die vriend van hem, nee, hij wil gewoon vrienden zijn. Hij wil gewoon vrienden zijn. Ik denk nou, dan wil je toch niet zo overhaast als van ik. Hij nodigde zichzelf uit bij mij thuis. Hè. Oh, dan had ik er helemaal. Denk je dat hij me dood? Maar ja, nee, dat weet ik niet, man. Ik vertrouw het niet. Ja, ik was op zich al. Ja, weet je wat het is? Ik heb hem al heel lang op Instagram. Ja. Ik ken hem via iemand die ik heel lang spreek uit de media. Ik heb hem nog nooit eerder ontmoet, maar daar heb ik zo vaak mee gevideobeld. Gewoon als vrienden. Dat is een hele grappig. En je mag elkaar nooit ontmoeten. Nee. Maar die vriend van hem, woont in Nederland. Dat is niet geheim. Ik dus heb een collega daar 17 van, dat draait eraan niks, want het is een dus een rectificatie. En 17 blijft voor eigen route houden vanaf de eerste komst van Heijvelstraat, zo richting de Wilderdijk en rechtsaf de Klerk op eigen route. Voor alle andere lijnen, 212 komt vanaf het Leidseplein bij Nederlandsgracht, gaat hij linksaf de Kinkstraat in, rechtsaf Wilderdijkstraat, rechtsaf Klerkstraat, zo richting de Rode Gracht op die eigen route. Ja, 19 gaat vanaf de Wilderdijkstraat linksaf de Klerkstraat bij de route. Uiteraard naar het zuid gaat vanaf de Klerkstraat bij de brandweer linksaf richting de Marktstraat bij de route. Als ik tijd had, zou ik eten halen. Zeedaar is ook wel weer druk. Ja, heel druk. Ik was daar laat. Heel druk. Steeg. Wel leuk, maar wel te leuk. Gewoon weer toeristisch, ouderwets te doen. Kijk de tram naar huis, en zo naar huis. Ja, kan je kan doorstappen. Ja, ik mis hem toch altijd. Soms wachten ze ook gewoon niet, weet je wel. Nee, kom ik nog aan? Nooit, ja, ik snap het wel hoor, maar alsnog, het is wel kut. Je blijft bezig toch? Maar als je mij ziet, moet je wel lachen. Met 400 man. Nee. Gross. Dat is een mug of zo, weet ik veel. Nasty. Kom op, wit, groen, paars, rood. Blauw.
En blijven staan met de kinderwagen dan. Ja, die Apple Watch is belangrijker dan het, ja. Dan het sociaal leven. Het hele kind gaat in de graf vallen, denk ik. Kijk, hij is ook wel leuk op zich. Wie? Die dikke. Dit is waar. Ik heb een beetje haar over. Oh. Ja. Zo kan je ook creatief de kinderwagen nemen. Centraal station, eindpunt. Overstappen op stad, streekvervoer en trein. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Ja, vanzelfde. Jij ook wel. Fijne dag. Fijne dag. Fijne dag. Je weet pas je tankje of weet ik weet. Ik krijg fijne dag. Ja. Stop hier al. Ja. Goed. Wat ligt er? To the front. Mensen, jullie maken me helemaal gek. Welke 14 ben ik eigenlijk? Oh, 14 en 14 something. Centraal station, dit is lijn 14 richting Flevopark. Er staat geen dienst op. Ja, klopt. Ik heb hem opnieuw moeten aanmelden, want hij pakte hem niet. Het staat er inmiddels weer op. Toppie, dankjewel. Yes, goed. Hallo. Yes. Zu Amsterdam Zoo. Is this one? This one. Yes. Yes, you can buy it in the back. Come inside. Come. And you can buy it by my colleague in the back. I have. Thank you. You're welcome. Yes, come, come. Zo, de gang. Ik kom er een paar naar je toe voor een kaartje. Prima, prima. Wat is 14. Oh, kijk daar, dat loopt de man. Oh, hi. Wat is dat? Waarom? Weet ik niet. Maar, wat doet hij daar dan? Hij doet ook lopen bij Amsterdam of zo, iets. Dat is ook een soort toeristen informatie dingetje. Oh. Voor die toeristen van als ze info willen. Een soort, soort lopende VVV kantoor. Ja, ja, ja. Zeg maar. Dam Square. Was je dood? Nou, het scheelde niet veel. Hoe hoog was die bus dan? Die wagen? Dat, die kwam tot hier. En dan stap je uit en kijk hoe met de bus.
gaat en het eerste wat hij zegt, ik heb je helemaal niet gezien. Kom maar hoor. Ja, één ding tegelijk. Ja. Ja. Ja, toppie. Ja. Ja. FNV staat ertussen. Gaan ze, van het, gaan ze hier staken van Connection en EWS of zo? Die staken vandaag, er zit niks voor je. Wie? Dan? Wie daar loopt die jongen? Nee, ik val niet op dat soort. Dat weet ik veel. Is iets voor jou? Nee, ik ben gelukkig getrouwd. Wat val jij dan? Ligge ding. Mevrouw is iets lichter dan jou. Oké. Met pikzwart haar. Dan ben je niet bi of zo. Magen. Ben je niet bi? Nee. Je valt alleen op vrouw. Niet op mannen. Nee. Nee. Ik heb een neefje die is homo. Dus, Ja? Hoe oud is die dan? 22. Nog jong. Hij is een millennium geval. Een millennium? Ja, hij is in 2000. Millennium? 2000 is hij geboren. Vroeger ben ik geboren millennium. Ik weet het niet. Ik ben van 95. Ik dacht dat het ook millennium was. Nee, ik weet het niet. Jij bent van 95? Oud, hè? Dat is oud, hè? Nee, hoor. Rokin, overstappen op de lijnen 24 en 52. Die camping bij jou is ook vol, hè, met die mensen. Camping Zeeburg. Ja, heel vol. Ik wist eerst niet eens wat ik zag. Ik zag het vanochtend toen ik met die bus 245 ging. Welke bus? 245. Die nachtbus naar Schiphol. Wat deed je met een nachtbus dan? Mijn auto geparkeerd op 26. Oh, moest je vlucht bevinden? Kort voor 7. Wil jij wel eens in een MoCo museum geweest? Nee, dat lijkt me heel saai. Het is namelijk voor museum. Waar zit het dan? Museumplein. Is dat daar de Instagram museum? Ik weet het niet. Ik kom niet bij museum. Ja, het mag toch. Ja, ik heb ooit een museumkaart gehad, ik heb ze allemaal gezien. Het is niet echt. Wauw. Gypsies. Beetje klein hoor, maar
Die chips die staan er wel. Okay, yeah. Stap je nog voor. Ja, maak je niet druk, hé. Laat, doe rustig, doe rustig. Doe rustig. Doe rustig. Dan gaan ze snel doen, de keeper ze juist. Rembrandtplein. Overstappen op lijn 4. Ze draagt altijd hakken. Wie? Mijn vrouw. Oh. Nog steeds. Altijd draagt ze hakken. Hoezo? Waarom draagt ze geen platte schoenen dan? Vindt ze niet lekker nog? Dus gooi het in de groep. Dus die gozer toch niet komt. Welke gozer? Oh, bij jou. Ja. Een goede orde. Dus die gozer die komt. Oh, wacht. Dus die gozer die komt. Ik heb hem. Wat dag is vandaag überhaupt? Ik heb hem gisteren. Zaterdag. Daar zit ik even. Wacht even hoor. Het is vandaag zaterdag. Nee, zondag is mijn laatste werkdag. Dan ga ik met vervroegd pensioen voor 2 weken. Alzheimer. Oh ja, wacht. Ja, dus ik heb een donderdag voor het eerst in het echt ontmoet. Afgelopen donderdag? Ja, deze afgelopen. Dus we hebben even iets gedronken. En op het moment in het gesprek dat ik zei van, oh, ik kan niet koken, zegt hij, oh, weet je, ik kom bij je langs en ik ga voor je koken. Maar echt gewoon ook direct. En ik had zoiets van, wauw, we zitten hier nog niet eens een uur, weet je wel. En je nodigt jezelf nu al uit in mijn huis. En toen ik thuis was, explodeerde mijn chat gewoon. Ik ging van, ja, ik vond het echt gezellig. En ik wil je weer zien. En wil jij dat ook? En ik dacht echt van... Oh, ik word een bloednerveus. Ja, maar ik vind het niet tegen. Maar ik vind echt zo van, ja, is dit beter? Is dit beter? Dan zegt hij, nee, ik heb geen verwachtingen, maar ik sta overal open. Ik dacht, huh? Waterloopplein. Overstappen op de lijnen 51, 53 en 54. Nee, ja, dat zal ik wel zeggen. Ja, even serieus. Ja, maar ja, de deur dat ik. Kom maar, man. Ja. Ik heb ik vermoord, hoor. Morgenochtend. Ja, ik mag hopen voor niet. Ik bel je wel dan. Ga dan, ja, de deur, ja. Ah, ik heb het zo vaak gedaan. Best wel goed werk. Nee, ik niet hoor. Ik heb mijn vrouw leren kennen vanuit de gemeenschap. Vanuit de gemeenschap? Dus toen heb ik hem wel bij mijn thuis uitgenodigd. Want dat was een mooi machine. Ja, kom maar zo. Wat is auto? Dus dat was die deur open. Reanimatie. Meester Visserplein. Ik ben gewoon op 26. Echt? Was je gewoon? Nee, ik had. Ze dachten dat ik een. Had ik maar gekregen. Ja. 3 dagen, dat had nog gezeten. Hallo. Hallo, goedemorgen. Middag. Ik 3 jaar geleden. Wat is 3 jaar geleden? Dat ze me weg hebben gelopen bij 26.
Wat is er gebeurd? Ik werd niet goed, ik werd niet lekker. Ik was aan het draaien en het zweet brak me uit. Ik had mijn hele overhemd dat ik over het helemaal nat van de zweet. Oh my god. En ik kreeg... Goeiedag, en ik was een collega. Ik kreeg druk op mijn borst. De trend defect is op de Oranjebaan, komt daar niet weg. Oh. Ik denk dat voor de collega's voor een 50 minuten. Ik was naar gebleven. Ik kreeg een druk op mijn borst, ik kreeg pijn in mijn arm. Ik zei tegen die conducteur, ik word niet lekker. En ik doe ondertussen stroppen zodat ik niet lekker word. En die vroeg door, toen zei ze, we sturen ambulance. Toen kwam ik aan op Zuiderzeeweg, heb ik hem daar laten staan. Toen ik er iedereen op hem afgezet. Toen werd ik aangesloten op dat kastje. Toen was mijn hartslag was 185. Die was heel hoog. Ik kreeg gelijk een infuus om die hartslag omlaag te krijgen. En die andere gozer die zei dat er nog een ambulance moest komen en dat de ding van de hartinfarct zou laten komen. Artis. Artis Amsterdam Zoo. Toen kwam er nog eentje, toen werd ik ingetakeld. Je bent echt vaak bijna doodgelaten. Ja. Toen waren ze me naar boven ei brengen. Ik zeg nee! Ze niet naar boven ei. Waarom niet? Kutziekenhuis. Nee, dat over GO's. Ik zeg ook niet. Dan toch vuur of AMC? Ik zeg breng mij maar naar vuur toe. Zo, daar ben ik bekend, heb ik gezegd. En niet de AMC? Nee. Ik vind de AMC wel goed. Toen heb ik in het vuur gelegen. En dan loop ik bij Atje Biden. Atje Biden. Wie? Atje Biden. Atje Biden. Internationaal ziekenhuis, Atje Biden, op Alanda, nummer 100. Is het Toerlijk ziekenhuis? Daar wil je, ja. Dan. De beweging is de routeconclusie vrij. Collega's 45 en 5, op dit moment is de route vrij. Voor de collega's die achter de 25-2 staan, blijft nog heel even 3 minuutjes op de open staan. Op de tram op staat er van zeg op. Dus hou even ruimte dat jullie de onderwijs kunnen inkomen. Collega's 25, de tram zijn er in beweging, dus we kunnen eigen route rijden op de onderwijs zijn. Einde de rit. Alexanderplein. Overstappen op de lijnen 7 en 19. Gaan de deuren vanzelf open. Hoe duurt het? Sommigen weten dat niet. Ja, ik heb er allemaal geen kracht meer voor. Hè? Het is bij de trein ook. Er zitten ze vol verbaasd om te staren naar een deur die niet open. Ik denk, trip op die knop. Heb jij ook zo in de mond in de trein? Ja, om om te doen. Ja, zeker. Ik kan gewoon omdoen. Ik kom een kindje met je mee. Naar Maastricht gehad of zo? Daar kom ik nog niet. Ik ga tot Eindhoven. Maar... Oh nee, gloeilampen, dat kom ik niet. Ja. Kom je wel langs naar Maastricht? Door Rotterdam ook niet? Daar kom ik wel. Nee, daar kom ik niet. Ik heb niks met Rotterdam. Nee, ik ook niet. Ik was een echte Ajax-supporter van Rotterdam. Zij is ook heel goed. Zeg nou? Zij is ook heel goed. Dat is meer mijn type, die stevige dansen. Goeie. Oké, ja, dat kan wel. En mijn vrouw is lang, iets kleiner dan mij, mager. Mager? Ja. Is
heeft niks. Ze is 1,77 lang en weegt 65 kilo of zo. Dat is best lang. Ja, voor de Italiaanse is het lang. Ja, tegen de 1,80 of zo. Ja. Fontanestraat. Ik ga vragen of we foto met een dashcam mogen rijden. Ik dacht dat die deur valt. Dan kunnen ze zien wat wij eigenlijk doormaken met alles wat we voorkomen aanrijding en alles. Maar wil je dan een camera op je en een camera naar buiten? Of nee, gewoon alleen naar buiten. Nee, ik niet, want ik ben niet zo'n camera shit. Ik ben ook niet fotogeniek. Ik weet dat het bestaat van die cabines van camera. Van camera's naar buiten filmen. Volgens mij hebben we de nieuwe treinen, metro's en trams. 15G heeft het volgens mij en 5 heeft het. Schöne Schöpfer, Schöne Schöpfer. En die nieuwe sprint is bij ons ook. Dus. Zeeburgerdijk. Maar ja, we zijn helemaal afgedwaald van het gesprek van je. We gaan even een filmpje maken, wachten voordat we verder gaan. Als je gaat rijden, zeg maar als je weer gaat. Javaplein. Overstappen op de lijnen 22 en 65. Ik weet het niet. Oh, je hebt zo'n chalemma. Ja, een beetje zoiets. Naar Marokko? Nee, nou, want deze komt niet uit Marokko. Deze is van de Sahara. Dus deze komt dus. Oh. Ja. Maar ik denk dat het geïnspireerd is. Mijn, is een beetje te groot. Mijn zwager gaat met mijn zus naar Dubai. Ik heb tegen mijn zwager gezegd, hey, zo'n jurk en zo'n hoofdding voor me meenemen. Ja, dat is mooi kleding. Anders loop ik met mijn chalemma rond, hè. Heb je een? Ik heb er drie. Ik had er ook eentje, maar die was heel dik. Die was voor de winter. Die was heel zwaar. Ik heb er drie, heb ik er. Voor de middag, collega's, de 5, 12 en 19. We hebben goed nieuws gekregen. De hoed dat ik straks dus weer krijg. Ik heb een rode. 12 en 19. Een grijze. En een witte. Richting. Molukkenstraat. Overstappen op de lijnen 3, 22, 37, 40 en 65. Sumbawa Straat.
voor conductrice die vast op lijn 3 zit, is de Italiaanse. Cake. Italiaanse cake had ik gehaald voor de, bij de groothandel. En ik rij hier, want ze woont erachter. En in één ding kan niet cake. Maar ja, hoe wil ik er nu aan komen? Is hij thuis dan? Ja. Is hij nog gaan haken? Nee, ik laat mijn vrouw niet komen hoor. Ze brengt ongelukkig. Hoezo dan? Ze was er gisteren en ik dacht van haar rijden. Die conductrice was met jou. Nee, mijn vrouw. Oh, ze stond hier al en toen kreeg ik die klappen. Is zij wel oké? Okay? Is ze niet? Zij zat ook onder de glas. Zie je? Ze zat onder de glas. Ja, ik ook. Oh my god. Heb je geen foto's? En toen in de weg overstappen op lijn 37. Ik heb die foto naar de schade gestuurd. Ik heb die foto's gelijk verwijderd. Kom mee. Dit is nog niet de eindbal. Nee. Nog eentje. Oh, gelukkig. Ja. Je moet naar het zwembad? Ja, naar het zwembad, ja. Juist volgende halte. Super, dank je. Is het niet koud? Nee. Het is echt niet koud. Ik zweet me helemaal kapot toen ik die brug overliep net hier naartoe. Hebben ze warm water in het bad? Volgens mij niet hoor, buiten. Oh, shit, ik ben vergeten een foto te maken op CS. Flevo Park, eindpunt. Ja. Oh, ik heb 16 minuten. Fijne dag. Is dat de reden? Ja, maar ik ga hem niet naar voren trekken voor een ander hoor. Het zal wel die stomme... Oh, pleuris. Hey, kijk eens wie hier is. Ja, licht. Als je weer naar het zwembad. Licht. Arme opa. Echt, arme familie. Wat staat er nou voor hoor? Dik 35. Ja, hij staat precies op dat even over dat wissel. Maar je kan niet hier langs of dit. Ja, ik moet een model op die van lijn 3 zetten, maar lijn 3 komt zo. Moet over een kwartier weg. Hij vast. Raak voorzichtig, hè? Gewoon hetzelfde. Rij gewoon 70 hier. Nee, hier niet, nee. Maar ik heb het over in de stad. Jawel, op zich wel. Ik kan wel wat harder, denk ik. Ja, dat doe ik niet meer, hoor. Omdat die kijk hoe laat die wagens weggaan. Kun je niet bellen of zo? Oh, er zit al iemand in of niet? Ja. Als die wat vragen was, dan is die gasten daar. Ja. Oh, dat is hij. Ik loop ook helemaal
Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor uw bezoek aan Rail Public Transport. And do not forget to subscribe. Thank you for visiting Rail Public Transport. Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor.